Stripjournaal. Robin Vink. Je luistert naar de allereerste podcast van Stripjournaal. Een podcast volledig over, ja, hoe kan het ook anders, strips. Ik ben Robin Vink. Ik ben zelf een enorme stripliefhebber van kinds af aan al. En dat zie je ook op mijn website stripjournaal.com. Daar schrijf ik over strips, schrijf ik over stripnieuws, over recensies. Alles wat met strips te maken heeft, vind je daar terug. En ik werk bij BNR Nieuwsradio. Misschien ken je het. Het is een beetje, laat ik het zo zeggen, de commerciële tegenhanger van Radio 1. Nieuwszender, 100.1 FM kun je het luisteren. En heel af en toe gaat het daar over strips. Maar ik vind natuurlijk dat het altijd meer over strips mag gaan. En dat kun je in deze podcast horen. Elke twee weken ga ik het nieuws uit de stripwereld bespreken met de hoofdrolspelers uit die stripwereld. Dus veel aandacht voor tekenaars, veel aandacht voor scenaristen. En zometeen vertelt bijvoorbeeld Gerben Valkema dat hij bezig is om een game te ontwikkelen met zijn stripfiguur Elsje. Het idee is dat je door Elsje door de dag moet helpen. Dat zij 's ochtends begint, wakker wordt en dan moet spijbelen. Moet spijbelen natuurlijk. En moet zorgen dat je je vette hap krijgt en al dat soort dingetjes. En dan eindigt het gewoon aan het eind van de dag. En heb je gewonnen of niet? Ja, daarover zometeen meer. Ik begin bij een van de belangrijkste striptekenaars van Vlaanderen. Mark Sleen, bekend van Nero. Hij is overleden op 6 november. En ik ga over hem praten met Patrick van Gompel, journalist bij VTM Nieuws. Patrick, want naast een groot striptekenaar ben jij eigenlijk ook een goede vriend verloren. Ja, ik heb hem bijna 40 jaar gekend. Om te beginnen als jonge journalist. Ik was in Ben, nog altijd in strips geïnteresseerd. Ben ik hem diverse keren gaan interviewen. En daarna ben ik organisator geworden van het stripfestival in Turnhout. Waarbij de culturele prijs, de bronzen Ademarprijs, naar de bekende professor van Mark Sleen erbij is gekomen. Zodoende heb ik hem dikwijls gezien. In Nederland is Nero nooit heel groot geworden. Maar het is wel de kranten, gelukkig zou ik bijna zeggen, die hebben wel het overlijden van Mark Sleen gemeld. De NOS meldde het. Maar in Vlaanderen ontstond echt een soort collectieve rouw, had ik het idee. Absoluut. Volgens mij is hij ook de grootste naoorlogse Vlaamse striptekenaar. Hij is van het allergrootste belang, omdat hij heel veel andere tekenaars heeft geïnspireerd. En in tegenstelling tot de studio van der Steen heeft Mark Sleen zo goed als alles helemaal alleen gedaan. Daarin zit zijn grote verdienste. En hij heeft ook bijzondere anti-helden verzonnen. Dus het waren stripfiguren van wie de Vlamingen ontzettend hielden. Ja, wat was het geheim van Nero wat dat betreft? Hij was tegen zo ongeveer alles. Hij maakte anti-helden. Die waren voor de vrede, maar tegen ongeveer elk gezag. Ze deden wat ze wilden. Ze waren echte rebellen op hun terrein. Ik zeg maar wat, de kinderen Petoetje en Patatje in de strip Nero, die waren er al voordat in Vlaanderen het woord migrant of allochtoon werd gebruikt. Dat soort dingen was bij Sleen allemaal evident. En hij reisde ook de hele wereld rond. Het was dus een zeer internationale strip. Ja, en Nero is een aantal jaar geleden gestopt. Recent, een paar jaar geleden, klaagde eigenlijk Mark Sleen nog in Knak, als ik het goed heb, dat standaard uitgeverij eigenlijk Nero een beetje uit het oog verloren was en daar niet zoveel meer aan deed. Wat bij mij een beetje de vraag oproept, wat moeten we verwachten van de toekomst van Nero? Dan heb ik het over 20, 30 jaar. Blijft Nero wel levend wat dat betreft? Wel, de laatste 42 verhalen van Nero die zijn getekend door Dirk Stallaert. Dus een tekenaar, die hadden ze wel gevonden. Ja. Die deed dat trouwens zeer goed. Maar voor zover ik ben geïnformeerd, hebben ze eigenlijk nooit een geweldige scenarist gevonden die de Nero-verhalen kon schrijven. En dat had er meer mee te maken, denk ik, dan welke andere reden ook. De reeks was gestopt, hij verkocht op het einde niet meer zoveel. Maar er is eigenlijk nooit een goede nieuwe scenarist gevonden. Oké, maar het zou dus wel kunnen. Het is niet zo dat hij, zoals Serge heeft gezegd, als ik er niet meer ben, stopt het. Ja, nee, nu komt er geen nieuwe Nero meer. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Oké, het is niet zo dat nu toch nog een andere scenarist, als het een goede gevonden wordt, Nero weer zou kunnen oppakken. Het is nu gewoon, dit is het oeuvre. Voor zover ik weet heeft de uitgeverij daar ook geen enkel plan voor. Nee. Maar en heb je dan het idee dat Nero wel heel erg in de hoofden van de Vlamingen blijft zitten en ook weer nieuw, toch nog nieuw publiek kan trekken onder de jeugd?
Wel, dat wordt een beetje moeilijk, omdat eerlijk gezegd de strip Nero is voor jonge kinderen best moeilijk geweest altijd. Nero volgde de binnenlandse en de buitenlandse politiek. Je moest echt de actualiteit volgen om met veel pret de strip te lezen. Maar je kan net goed zeggen van ja, iets oudere kinderen hebben er ook heel veel van opgestoken. Nero heeft bijvoorbeeld het ijzeren gordijn getekend, zoals ik het als kind altijd voorstelde. Dus hij heeft niet alleen mijn, maar ook van tienduizenden andere Vlamingen het leven toch wel verrijkt. Nou, we zetten hem nu bij in de galerij van grote Vlaamse striptekenaars. Absoluut, zonder ook maar één enkele discussie. Oké, waarvan akte. Dankjewel, Patrick. Stripjournaal. Robin Vink. Ja, dan van de ene grote Vlaamse striptekenaar naar de andere. In ieder geval naar een prijs in zijn naam. De Willy van der Steenprijs. Die is gewonnen door Gerben Valkema en Erik Hercules voor hun strip Elsje. En ik ging afgelopen week bij Gerben Valkema langs. En ik mocht daar een kijkje nemen in zijn werkkamer. Wat mij opvalt als ik in jouw kamer sta, jouw werkkamer, is dat je volgens mij zelf ook een enorme liefhebber bent van strips. Want de hele wand hangt vol met originele tekeningen. Ik zie beeldjes staan van uiteraard je eigen Elsje, Boes, agent 327. Dus ik heb het idee dat je zelf ook echt, behalve tekenaar, ook een heel erg liefhebber bent wat dat betreft. Ja, zo glij je er ook wel in, denk ik. Door vroeger heel veel strips te lezen. En eigenlijk daar waar de vriendjes ooit stopten met strips lezen, ben ik dan doorgegaan. En dan word je wel een liefhebber van strips en alles wat er aan vast zit. Dus ja, aan de wand voor mij, voor mijn tekentafel, hangen allemaal originelen van andere tekenaars. En dat is toch wel. Ja, dat inspireert wel heel erg om zelf je best te blijven doen. Welke vind je, wat is een moeilijke vraag, welke vind je de mooiste? Ja, die voelde je al aankomen natuurlijk. Ja, nee, dat ga ik niet zeggen. Dat is net, wat is je liefste kind? Wat zien we hier? Ik zie agent 327. Ja, agent 327 van Martin Lodewijk. Nou, dat is, ja, daar kunnen we kort over zijn. Dat is een fantastische strip. En het geweldige verhaal, heel mooi getekend. Altijd spannend. Misschien is dat wel de beste avonturenstrip van Nederland. Nou ja, misschien. Waarschijnlijk is het dat gewoon. En daar hangt nog een pagina van Dick Matena. Nou ja, dat is ook een fantastische tekenaar. Fred Julsing. Ja, hij kon ook geweldig tekenen. Mooie autootjes en mooie zwart-wit verhoudingen. En daar hangt ook een Daan Jippes naast, wat een oude leermeester is geweest van mij. Maar die heeft ook in de jaren 70 een prachtig boek getekend, waarvan ik een origineel heb weten te bemachtigen. En die hangt nu ook zo op mij neer te kijken terwijl ik aan het werk ben. Je hebt het niet gewoon van hem zelf gekregen? Nee, hij heeft zelf geloof ik nog maar één pagina over of zo. Het is allemaal door de wind verspreid toen. En daarnaast hangt de jongste aanwinst. En dat is een Elsje door Charles Cambray. En dat is toch wel, die heb ik net opgehangen. Daar gaat mijn oog het vaakste naartoe, moet ik zeggen, de laatste week. Ja, want dat is eigenlijk je prijs. De Willy van der Steenprijs heb je gewonnen samen met Erik Hercules voor Elsje maakt geschiedenis. Mm-hmm. Wat betekent zo'n prijs eigenlijk? Want ja, toch, het is toch de Willy van der Steenprijs? Ja, nou, het is die naam ook. De prijs bestaat uit een aantal elementen. Natuurlijk de eer dat je de prijs krijgt van het beste Nederlandstalige boek uit Nederland en België. Nou ja, dat alleen al, daar groei ik 10 centimeter van. We krijgen er een tekening bij van de vorige prijswinnaar. Nou ja, er hangt hier dus een prachtig originele tekening van Charles Cambray aan de muur. Oh. Sorry, telefoon. Ja, dit werk gaat gewoon door. Oh, ja, het zal Erik wel zijn. Rob van der Nol, Stripmuseum. En die bel ik dan vanmiddag wel even terug. Die luistert voor mij nu. Ja, precies. Waar was ik? Ja, nee, een prachtige tekening, mooi met aquarel uitgewerkt van een Elsje met een volwassen variant erop. En die is gewoon, ja, het is prachtig om te zien. En dan hebben we ook nog een keer €5.000 bijgekregen, Erik en ik samen. Wat natuurlijk ook ongehoord is, zo'n bedrag. Dat is zeker in Stripland, dat, ja. Meestal moet je het met de eer doen, wat al eigenlijk al genoeg is. En dan, nu heeft SABAM, een Belgische rechtenorganisatie, heeft nog een prachtige geldprijs aan vastgeplakt. En de naam, moet ik wel zeggen, dat vind ik ook wel heel bijzonder. De naam Willy van der Steen. Ja, wie heeft niet urenlang alles is kwiskus doorgelezen? Ja, ik ook. En nog steeds, er staat nog steeds, 60 centimeter aan kwiskus in mijn boekenkast. En nog stapels op zolder. En ja, die naam betekent toch ook al veel meer dan een willekeurig andere prijs, denk ik.
En er werd ook nog een andere grote naam genoemd. Je werd even vergeleken met Francaire door de jury. Ja, ontzettend leuk te horen. Ben ik het niet mee eens hoor, moet ik zeggen. Maar ontzettend leuk om te horen, zo'n compliment. Ja, daar word je wel heel blij van. Maar het klopt natuurlijk lang niet, want ja, tussen Francaire en mij, er zit een enorme gapende kloof die nooit te overbruggen is. En, maar dat is ook niet erg, want ik heet niet Francaire van achternaam. Ik heet Valkema, dus ik moet het op mijn manier doen. En die 5000 euro, heb je daar nog een bepaalde bestemming voor? Of is dat gewoon een fijn extraatje? Alle twee. Het is een fijn extraatje, maar we zijn ook bezig met een Elsje Game. En daar gaat natuurlijk ook behoorlijk wat geld in zitten. En ja, daar is dat wel heel welkom voor, dat geld. En hoe kun je iets vertellen over hoe die game eruit moet zien? Nou, je bent de eerste aan wie ik het vertel. Het wordt een game voor op je mobiele telefoon. Een soort van platform game met spelletjes tussenin. Het is allemaal nog heel pril hoor, moet ik zeggen, maar beetje soort Super Mario of zo. Ja, ja, ja. En we waren er allemaal bezig voordat bekend werd dat Mario ook naar de mobiele telefoon kwam. Dus kan je nagaan. Dus we hebben iets in gang gezet. Ja, nou ja, dat je kan lopen, springen, maar dan allemaal op zijn eltjes. Dus je hebt geen schildpad waar je tegen moet vechten, maar een politieagent of een juf die je achterna zit. En je hebt geen paddenstoelen die je moet eten, maar hamburgers en vette friet en dat soort dingen. Dus allemaal op zijn eltjes. En uiteindelijk kom je bij het zakgeld uit. Ik denk dat dat wel helemaal nooit zal gebeuren. Maar ja, daar komt het op neer. Ja, ja. Nou, het idee is dat je door een dat je Elsje door de dag moet helpen. Dat zij 's ochtends begint, wakker wordt en dan moet spijbelen. Moet spijbelen natuurlijk. En moet zorgen dat je vette hap krijgt en al dat soort dingetjes. En dan eindigt het gewoon aan het eind van de dag. En heb je gewonnen of niet. Leuk idee, maar dat is dus wel nog heel pril, begrijp ik. Ontzettend pril, ja. We hebben bijna nog niks af, maar er zit weer wat meer voortgang in inmiddels. Okay. Heel veel werk. Nou, daar heb je dan nu de tijd voor als je inderdaad het geld krijgt. Kun je daar iets meer tijd aan besteden? Ja, nee, ik kan andere mensen inhuren. Want ik kan zelf helemaal niet programmeren. Dus dat moet je mij niet laten doen. Maar er zijn mensen die kunnen dat heel goed. En er zijn mensen die kunnen goed die figuren animeren. En dan kan ik vanaf de zijlijn lekker zo bijstaan en zeggen van, nou, doe het anders en dan verdwijn ik weer. En dan een week later kom ik wel lang en zeg, nee, doe het toch maar weer. Heerlijk is dat, dat andere mensen het werk doen. Maar ik ben nu wel heel benieuwd. Ik zie dat je computer aanstaat. Kun je al iets laten zien van die game? Nou, het enige wat we nu hebben om te laten zien is een loopje van Elsje. En hier is een loopje dat ik zelf heb geanimeerd. Een gifje is dat of zo, denk ik. Ja, klopt. En ik kan niet alle animatie zelf doen. Dus er zijn ook andere mensen mee aan de gang gegaan. En die hebben dus Gatjan, het vriendje van Elsje, geanimeerd. En die hebben ook hun eigen variant van Elsje geanimeerd. En die zie je dus nu. Ja, die zien wij dus nu. Hè, wij twee zien hem dus voor onze ogen lopen. Wat geinig. Ja. Ze zien echt, ja, je ziet gewoon inderdaad, nou, in kleine koldate stapjes. Ja. Echt Elsje. Ja, nou ja, en daar moeten ze allemaal nog omheen. Hè. Dus eigenlijk als wat je nu ziet is gewoon Super Mario die van links naar rechts loopt. Maar er moeten nog veel meer dingen bij. De obstakels waar je overheen moet springen en achtergronden. En een verhaal is ook wel belangrijk. Hè. Dat je weet wat je eigenlijk aan het doen bent met zo'n strip, wil ik zeggen. Met zo'n game, wat het eigenlijk het doel is. En dan, ja. Dus dit is echt heel pril allemaal, maar nou ja, we zijn bezig. Ja, dat was bij Gerben Valkema thuis. Het gaat waarschijnlijk nog wel een jaartje duren voordat die game uitkomt, maar het is in ieder geval iets om naar uit te kijken. En de tekening die Charles Cambré voor Gerben Valkema heeft gemaakt, die kun je vinden op stripjournaal.com. Ja, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze eerste podcast van Stripjournaal. Leuk dat je geluisterd hebt. Ik hoor ook graag wat je ervan vindt. Zijn er dingen waarvan je vindt dat ik ze moet bespreken? Mail me dan op info@stripjournaal.com. En over 2 weken is er weer een nieuwe podcast. Dus dan gaan we verder met deel 2. Stripjournaal. Tot dan.